Mijn naam is Edwin ten Brink, ik ben supermarktondernemer, al 30 jaar hier in Alphen aan de Rijn. Vandaag zijn we bij Jumbo ten Brink Food in Alphen aan de Rijn in de Herenhof. Ik vind veiligheid in de winkel belangrijk, omdat wij er naar streven om onze klanten een plezierige winkelervaring te geven. Ik vind ook dat wij het als werkgever verplicht zijn aan onze medewerkers om te zorgen voor een veilige omgeving. Supermarkten staan natuurlijk bekend om het feit dat daar winkeldiefstallen gebeuren. En wij proberen onze winkel zo veilig mogelijk te maken, ook voor onze medewerkers. Bij de inrichting van de winkel hebben we rekening gehouden met bouwkundige en organisatorische maatregelen om een zo veilig mogelijke winkel te maken. We hebben een biometrische vingerscan waarmee je de ruimtes kunt betreden. Dat is niet voor iedereen mogelijk, is afhankelijk van je functie. Op het gebied van veiligheid zijn we in 2017 begonnen met een zero-tolerance beleid op het gebied van winkeldiefstal. Dat houdt in dat we met een beveiligingsbeambte de camerabeelden uitlezen. We hebben in de winkel 80 camera's met gezichtsherkenning. Als een klant betrapt is of aangehouden is voor winkeldiefstal, dan zorgen wij ervoor dat het beeld van de klant in onze database blijft. En op het moment dat de klant dan de winkel probeert te betreden, dan signaleren wij op interne systemen dat die klant binnenkomt. Dan kunnen we tot actie overgaan. Ons nieuwe camerasysteem heeft ons opgeleverd dat we veel alerter zijn geworden. We hebben ook gezien dat, laten we zeggen, het leeuwendeel van de diefstallen gebeurt via de Big Shopper. En we hebben daarom bij de ingang van de winkel, maar ook bij de kassa's, gevraagd of de klanten de tas geopend aan willen bieden. Ons betaalsysteem bij de kassa is voorzien van SafePay betaalautomaten. En zo'n betaalautomaat zorgt ervoor dat de kassamedewerker contant geld via de automaat terug kan geven aan de klant. Wij vinden informatiebeveiliging belangrijk. Onze medewerkers moeten met regelmaat hun paswoorden in de systemen veranderen. En daarnaast, op het moment dat zij mobiele applicaties gebruiken, hebben zij een autorisatie of een verificatie nodig door middel van een token. Wij hebben goede samenwerking met de politie. Op het moment dat wij ze nodig hebben, zijn ze snel ter plaatse. Ook geven ze veel goede tips. En als er soms processen zijn die niet helemaal soepel lopen, vergezellen ze ons ook naar het OM. Ik raad andere ondernemers aan om te investeren in veiligheid. Het gaat niet alleen om een financiële kant, maar ook om een veilige kant. Ik merkte onlangs dat de consument die bij mij de winkel verliet zei dat ze haar kind weer mee durft te nemen omdat wij zorgen voor een veilige omgeving. Veiligheid geeft comfort voor klanten en dat is belangrijk.